Een duimendapplaus voor niemand minder dan Harald Schelen! Hey, Cartouche. Alles goed? Enthousiast. Ja, ik heb misschien een shirt en ben ik gay, maar ik kan articuleren, dus dat is niet zo erg. Ik heb geen honger, ik weet niet wat mijn doelen zit. Je zijn in Neger eigenlijk in de zaal vanavond. Kan wel. Shit. Serieus? Alrighty. Ik ben Harald. Ik ben niet zo goed bij de fietsen, maar dat is blijkbaar wel duidelijk. Nee, maar ik moest zo langs een benefiet doen. Ja, Harald wilde tegen een benefiet komen spelen voor daklozen. Zeg, ja, dat is goed, so far. Nu, wat ze mij niet hadden verteld, is dat ik effectief voor daklozen moest spelen. Dus ik had zo wat mopjes voorbereid. Ja, dat ging niet zo goed. Ik had dat mopjes over. Ik heb zo'n een stuk over de TV-reeks familie. Maar ja, die kennen dat dan niet, want die hebben geen tv. En dan dacht ik, oké, okay, ik had dat niet door. Ik dacht, oké, okay, fuck, dan doe ik gewoon iets over thuis. Misschien kijk ik naar thuis. Maar die snapte dat ook niet, want die hebben helemaal geen thuis. Maar ik dacht, ik ga het ook mee doen. Ik ben Harald, dat heb ik al gezegd waarschijnlijk. Ik ben 22 en ik ben dames vrijgezel. Iemand is kei enthousiast, dat lukt niks te komen. Het ding is, als ik zo aan mensen vertel, oh man, je hebt zo altijd twee groepen van mensen. Altijd. Je hebt één groep die totaal niet weet wat zeggen. En dan heb je een andere groep die echt de grootste bullshit heeft verkoopt. Als er tegen mij nog één iemand een zin durft maken met de woorden visjes en zee. Helemaal serieus. Zo kan ik ook dingen uitvinden dat je geen klote meer zei dat niks slaagde. Ja, want vrouwen versieren, dat is gelijk als gaan vissen. Hé? Hé? Ah ja, want het is altijd met de grootste pakken zeestakken vangt. Dan pak ik daar wel coole foto's van en smijt die terug weg. Dat is... Nee, maar ik snap dat niet. Er is wel één ding dat ik wel vind. Ze zouden moeten een milieutax uitvinden voor wijven die je dumpen. Dat is echt. Nee, maar jongen, dingen dat je moet weggooien, man. Pushen beesten, kaartjes, zelfvertrouwen. Zo shit, dat je echt waar. Ik heb er zelfs even aan gedacht om in de kerk te stappen. Maar ik heb het niet zo met kinderen, dus... Oh nee, maar ja... Hey, maar het wordt gevolgd. Vorige week was er weer van alles te doen. De bisschop had een topidee beraamd. Ze hadden een plan. We gaan een psychologische test invoeren, zodat er geen pedofielen meer in de kerk kunnen komen. Ja, te laat. Maar die gasten snappen het niet, hè. Ik bedoel, pedofielen worden geen pastoor, hè. Pastoor worden pedofiel. Nee, maar dat is echt waar. Er is maar één reden waarom die kerels niet meer fikken van die klein mannen kunnen afblijven. En dat is het celibaat. Oké? Okay? Het is allemaal begonnen met het celibaat. Het is allemaal begonnen bij een jonge, nieuwe pastoor. Die gast die komt bij zijn overste. En die kerel zegt tegen hem, ja jongen, kijk, je bent nu pastoor, hè. Je kunt geen kinderen niet meer krijgen. Die gast zegt, wel, maar wel. Allemaal mee begonnen. Echt waar. Ik zie wel mensen kijken, wat is die weer aan het doen? Ik zal het even kort schetsen voor de mensen die een jaar in hun kop in een zandbak hebben gezeten ofzo. Roger van Geleu. Bisschop van Brugge, ja, gewoon een PC nodig om het concept kerkelijk huwelijk naar een hoger niveau te tillen. Ja. Als je trouwt met God, dan zijn alleen maar wel keihard voor de kinderen. Doe dat. Ja, maar dat even weten. Het was wel een hype, dat moet ik wel zeggen. Het was wel een, hoe herkent je trouwens een hype? Niemand? Nee? Na een week springen alle BV's erop. Dat is echt waar. Dus dat nieuws was ook geen week oud, of Jacques Lafont. Ja, je mag al wachten. Stond op de cover van de story, met daarboven de spannende titel, Jacques Lafont, ook aangerold door priester. Ja. Oh, ik had het nog niet eens goed bekeken. Ik snap dat het eenzaam kan zijn in een klooster, maar ik denk dat ik in dit geval medelijden heb met die gast. Is iemand op vakantie geweest? Ja. Je bent daar toch over, joh. Is er nog een vakantie geweest? Ja.
Serieus, naar waar? Portugal. Was het leuk in Portugal? Ja. Alrighty, ik ben in Berlijn geweest, iets minder tropisch. Is er iemand daar al geweest, man? Berlijn? Ja! Ja, iemand in Berlijn, wat vond je ervan? Kijkhoe. Kijkhoe? Dan heb je dingen gezien dat ik niet gezien heb. Nee, serieus, ik vind het echt kut, man. Ik vind het echt een scheidsstad. Nee, maar ding is, alles wat je daar ziet, en ofwel, dat is echt, hè, ofwel heeft dat te maken met de muur, die er niet meer is, hè, ofwel met de oorlog, die er ook niet meer is. Gelukkig. Hè. Weet, ik snap dat wel. Ik had zoiets van, oké, we doen dat, hè, zodat we niet meer dezelfde fouten opnieuw maken en zodat we ons verleden niet vergeten. Oké. We moeten ook niet overdrijven. Hè. Allee, hoe raar zou het zijn als ik zo'n plaats in mijn huis ga noemen naar ex-lieven ofzo? Hij is een stuk van de living naar de keuken, zo de Chantal weg. He, met een aardkop weg. Zat er een beetje op zo, de lesbian. En wat was? Het zou een beetje speciaal zijn. Nee, maar het is wel één ding dat ik wil. Heb je gezien dat Jodenmonument? Ja. Serieus? Oh, ik ben ook geweest. En dat vond ik wel cool. Dat is eigenlijk voor de mensen die dat niet kennen, dat is een kei groot monument. Dat is zo gebouwd op een groot plein. Of ja, in het midden gaat dat zo'n beetje naar. Naar beneden, dus dat is misschien meer een put eigenlijk. Nou, dat is raar voor jullie moment. No. Laten we het plein doen. Het is een keigroot plein met keigrote zwarte hoge zuilen. Maar het ding is, dat is echt een doolhof. Als je daarin loopt en je draait luchtjes soms zijn je vrienden kwijt. Zo. Ik zei nog tegen gisteren al, hè, want je ziet dat weer, spijt komt altijd te laat. Maar ja, was mijn in zie ik. Zeg, ja, als die kerels dat toen al hadden gehad, die nazi's hadden die gast nooit gevonden. Nee, maar ja. Ze hebben mij wel dingen geleerd. En als één ding dat mij zo'n beetje stoort aan Joden, dat is dat ze altijd iets van zichzelf moeten doen. En alles moet kosher zijn. Maar niet alleen vlees of vis, maar ook Google. Voor de ouderen noemen we ons internet. Je moet daar dingen op zoeken. Nee, maar echt Google, man. Je moet twee keer raden wat dat doet. Niet Google. Nee, maar Google. Ah ja, van kosher en Google. Nee, maar dat is echt waar, dat bestaat echt, hè. Je moet dat maar eens doen. Maar ik heb het al getest, je moet dat maar eens doen. En ik dacht waar, bon, ik ga dat een keer toe testen. Ik typ zo in, holocaust, geen resultaten. Ja, als zij het al gewoon ontkennen, dan heb ik zoiets van de moeder. Het is wel iets heel raar dat ik er dan toch op gevonden heb. En dat is blijkbaar echt gebeurd. Wat ze deden met Joden, als het niet dood, dat weten we. Maar wat ze dan deden met die lichamen, dat is een beetje raar. Het is niet grappig, maar ik kan het toch vertellen. Nee, maar wat ze daarmee deden, ze maakten daar zeepjes van. Van hun lichaamsvetten. Zeepjes. Maar bedoel, hoe absurd is dat? Allee, wat is het eerste dat Hitler riep als hem de Joden ging vervolgen? Ja, de Joden die moeten weg, want die zijn vuil. We gaan er ons mee wassen. Fucking, maar het is echt waar. Ik vind het niet uit, want de allereerste zeepjes van Dauven, dat was van een slechthorende Jood. Ja, dames en heren, ik ga mijn best doen om de volgende komiek aan te kondigen. Hij is een beetje gehandicapt vandaag, hij is ook homo, dus dubbel gehandicapt.